aan mij voor het allereerst op de Sunday School. Dus dat is natuurlijk wel super spannend als dat nou echt op tijd komt. 7 uur hier op kantoor en dan gewoon tot 12:15 s'nachts. Ja, ja jongens, hier heb ik al die jaren voor gewerkt. Mama, jou wel hè? Ja. Ja. Oh, peertje. Lekker. Nieuws vlees. Goedemorgen allemaal. Maandagochtend alweer. Welkom bij een nieuwe week. Een hele spannende week voor mij deze week. Want aanstaande zondag staan wij voor het allereerst op de Sunday School. En de Sunday School is een beurs voor eigenlijk alle winkeliers. Dus dat betekent dat het voor ons heel belangrijk is om Your Wishes goed neer te zetten. En het is voor ons op dit moment nog heel erg spannend of we de gehele collectie in huis gaan krijgen. Want dan presenteren we winter 2019-20. We ontwerpen altijd een jaar vooruit en die collectie voor volgende winter dus gaan we nu presenteren op een beurs. En dan hopen we natuurlijk dat iedereen heel enthousiast is en onze collectie gaat inkopen. Maar dat is natuurlijk wel spannend, want dan krijgen we natuurlijk de allereerste reacties van onze... Oké, ik liet even mijn camera vallen. Ik ben nu op de zaak. Ik ga nu even snel aan de slag en mijn auto uitladen. En dan vertel ik jullie straks even meer. Goedemorgen allemaal. Langrijke dag vandaag. Lange dag vandaag. Klein tikje zenuwachtig. En dat is eigenlijk niet goed hè, voor een ondernemer. En normaal ben ik dat eigenlijk ook niet zo. Maar ik heb 2 hele lieve collega's die vanaf vanochtend 7 uur al op de zaak zijn. Omdat er een pakket met samples onderweg is. En dat zijn de samples voor de nieuwe collectie. En die collectie moet vandaag geschoten worden. Dus dat is natuurlijk wel super spannend als dat nou echt op tijd komt. Het concept heeft een van de designers gemaakt. En dat ziet er ook super goed uit. Maar dat vergt wel best wel wat nabewerking aan de foto's. En vanavond moet alles naar de drukker. Dus dat betekent dat ik vanavond samen met de designers zelf ook ga overwerken. En ga helpen om alles zo snel mogelijk de deur uit te krijgen. Dus shooting day. En daarna meteen volle bak bewerken. En we werken net zo lang door totdat het af is. Zondag natuurlijk op de beurs. En dan hebben we gewoon het drukwerk en de visuals nodig. Dus ja, het moet gewoon af. En de samples zijn helaas wat later binnengekomen als normaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Zoals jullie nu zien zijn ze druk bezig om de fotostudio op te bouwen. Maar de beginnen zijn gemaakt. Ik zie al het een en ander aan leuke props hier staan. Dus we hebben een bankje wat helemaal in het stijl is. Allemaal spullen voor in het thema. Een hele vette lantaarnpaal. Hier hangen al de eerste setjes klaar. Lunetje. Dus met de zenuwen. Kijk naar het. Hallo, Icy. Oké, net mijn eigen kindje opgehaald. En die gaat ook even shooten vandaag. Oké, jongens, het is inmiddels 8 uur en ik loop nog steeds op kantoor met een paar collega's. We zijn nu alle beelden van de shoot van vanmiddag aan het nabewerken, omdat we gewoon qua planning, de samples waren dus wel op tijd binnengekomen, dus dat was super fijn, maar wat dus een beetje lastig was, is dat we qua planning uitlopen. Dus daar zijn we nu een beetje aan het inhalen. Dus we knallen een avondje door. Ik vrees dat het laat wordt, dus we gaan nu lekker sushi eten. Oké, jongens, het is nu, we kijken net even op de klok, 12:15 en we zijn klaar. Hey! De folder is net af
En wij gaan lekker naar huis, want het is genoeg geweest voor vandaag. Hoe laat was je ook weer begonnen, Sas? Het is om 7 uur begonnen. 7 uur hier op kantoor en dan gewoon tot 1:15 s'nachts. We hebben iets heel moois gemaakt, dus ik hoop dat de mensen zondag heel happy gaan zijn op de beurs. Wij gaan lekker slapen. Bye. Zo. Donderdagochtend. Waar zijn we net geweest? Bij de dokter, hè? En wat had de dokter tegen Noeitje gezegd? Ja, de dokter had tegen Noeitje gezegd dat ze het heel goed had gedaan, alle onderzoeken, hè? Mama en papa waren heel trots op jou. Nou ja, wat nu de tussenstand is, is dat ze denken dat het echt heel erg de slapeloze nachten te maken heeft met de bacterie die ze in de darmen heeft gehad. Waardoor ze ook heel veel dunne broeken heeft en daardoor ook zo'n last heeft van de billen tot bloedens aan toe. Ze zeggen nu van ja, het is aan de betere hand, dus we moeten gewoon nog even doorzetten. En ze verwachten eigenlijk dat het iedere dag een stapje beter gaat. Mocht het nou zo zijn dat het weer terugkomt, mogen wij ook gewoon weer terugkomen in het ziekenhuis en gaan ze een allergietest doen, meer gericht richting voeding. Ja. Oh, peertje. Lekker. Lekker peertje. Zo, nou Noe maar eetje. Nee, mama heeft genoeg. Ja, goed zo. Ons mooie kunstwerk. Hebben we met z'n allen aangetekend. Kleurreis van de Action. Het kost ook geen drol. Ben je aan het eten, Luna? Pannenkoek. Kijk. Pannenkoek, oh lekker. En Noeitje, wat is Noe aan het eten? Mag Noe voor de eerste keer een pannenkoekje proberen, hè? Welk spelletje zijn we aan het doen? Nijntje. Ja. De tip, jongens. Nijntje samen leren tellen. Van 3 tot 4 jaar. Maar Luna wordt bijna 3 en die doet het dus supergoed. En wat dus heel leuk is, ze heeft hier de puzzels liggen die ze al gemaakt heeft. En dan hebben we bijvoorbeeld hier. Ga deze maar eens doen. Laat maar eens zien. Ja, en waar is dan de 3? Nou, dan gaan we kijken of die past. Ja, kijk! Ja hoor, hij past, de 3. Wat goed gedaan, schat. Goedemorgen allemaal. Vrijdag alweer. Nog 2 nachten slapen, dan is het beurs. Super spannend. Ik kom net op de zaak aan en mijn lieve collega heeft gewoon heel de stand hier voor me ingericht. Dus we hebben hem eigenlijk een beetje gemaakt zoals het er straks uitziet. En het ziet er echt top uit. Daarachter zie je de rekken met de poppen. Dus daar hangt heel de nieuwe collectie. En dit is een beetje hoe het er nu uitziet. We hebben een heel hoog, zeg maar, hangt dan het logo straks. En dan hangt hier, hangt eigenlijk heel de collectie. Maar ik ga niet te dichtbij filmen, want dan geef ik te veel prijs. Maar goed, ik ben helemaal happy hoe het er nu uitziet. Dus we gaan nu even de laatste puntjes op de i zetten. Dus nog even een dagje heel hard bikkelen en hopen dat vandaag al drukwerk binnenkomt. Ik kan niet te ver inzoomen, maar zoals je daar ziet, wordt de laatste hand gelegd aan het collectieboek wat we mee gaan nemen op de beurs. Ze zijn nog echt met z'n allen echt mega hard aan het werk. Ik zal het even laten zien, omdat er een beetje wat stress in de tent is. Dus iedereen loopt heen en weer. Morgen allemaal. Het is vandaag zondagmorgen echt super vroeg. Ik loop in de regen naar mijn auto. Althans, mijn auto. Ik ga hem even laten zien, jongens. Want voor het eerst in mijn leven ben ik in een echte jongensauto. Let op. Ik hoop dat jullie het een beetje zien. Zien jullie het? Heel moeilijk te zien, want het natuurlijk donker is. Jawel hoor. Your riches, little things for little ones. Oké, dus ik zit in de Your Riches auto en het is dus echt, oh, dat mag ik niet zeggen, heel erg vroeg. Dus ik ga proberen om vandaag zoveel mogelijk te filmen, zodat jullie een beetje een idee krijgen van hoe het eraan toe gaat. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk dat ik goed moet gaan verkopen. Dus ja, in die zin denk ik dat er niet zo mega veel te filmen valt. Ik sta er met 2 andere collega's. Dus die zal ik jullie ook vandaag even laten zien / voorstellen. Gisteren heeft mijn team de beurs opgebouwd en ik kreeg al foto's te zien en het ziet er echt super goed uit.
heel erg fijn, zodat ik gisteren lekker even een dagje met mijn gezinnetje kon zijn. Dus we zijn gisteren lekker gaan zwemmen en lekker naar de diertjes geweest om eten te geven. Dus even lekker met z'n vieren en s'avonds nog even lekker uit eten geweest. Dus degene die mij op Instagram volgen, die weten dat. Even kijken, verder. Ik heb echt een hele, hele slechte nacht achter de rug. Het gaat eigenlijk sinds een week met Noe slapen een stuk beter. Alleen wat vannacht viel ze eigenlijk een soort van weer helemaal terug. Dus dat is wel even balen. Vaak had ze tijdvlakken dat ze van 1 tot 5 à 6 uur wakker was. En non-stop huilde van de pijn. Echt heel erg zielig. Dus dat je continu er naartoe moest om de 10 minuten. En op een gegeven moment werkt dat niet meer. Dus dan krijg ze een extra fles. En op een gegeven moment neem je erbij. Omdat je gewoon, ja, weet je, als een kindje zo verdrietig is. Ik ben net even op de zaak nog wat laatste dingetjes gaan ophalen die ze gisteren te vergeten waren. Dus dat heb ik nu gedaan. En nu snel op weg naar Utrecht, waar de beurs is. Deze auto is van mijn collegaatje die mijn, of tenminste die mijn auto, die een busje mee heeft genomen om alle spullen mee op te bouwen. Maar goed, dat betekent wel dat we moesten ruilen. Dus vandaar dat ik deze auto heb. Wat jullie denk ik een beetje mee hebben gekregen in deze video, is dat de samples niet op tijd waren. Dus ja, dat is natuurlijk eigenlijk finesse, want we gaan op de beurs de Autumn Winter 1920 presenteren. En ja, dat is dus de hele nieuwe collectie. En we staan daar ongeveer met 30% van de nieuwe collectie. Dus de rest is huidige stok en de zomercollectie. Maar we hebben er toch wel een mooi wintersbeeld van gemaakt. Alle lieve collega's die de afgelopen week zelfs tot 2:30 op kantoor hebben gezeten. Dankjewel allemaal jongens voor het meewerken. Echt shout-out naar jullie allemaal. Oké jongens, we zijn er. Hoe vet gebouw is dit? We zijn met de stand. En we hebben echt een vet goede plek. Ja, ja jongens, hier heb ik al die jaren voor gewerkt. Goedemorgen Claire. Goedemorgen. Dit is mijn collega Claire. Dit is hoe het eruit ziet. Ik kan natuurlijk eigenlijk niet te veel laten zien. Hallo allemaal. Ik zit hier. Ik ben een beetje verregend. Echt te giet buiten als een malle. Echt super goede beurs gehad. Echt, het was gewoon continu, behalve de laatste 2 uur, was het gewoon super druk op onze stand. Echt mega trots. Echt zoveel leuke reacties van winkeliers over de kwaliteit van onze kleding. Over hoe de collectie eruit ziet. Dat ze het bijzonder vinden hoe snel we goede stappen maken. Ik ga lekker naar huis. Ga je nog even een avondje genieten samen met Koen. En dan morgen weer knallen bij Joisjes om alle orders en iedereen na te bellen. En nou ja, alles te verwerken. Hoe wou je jou pakken, Luda? Hoe wou je jou pakken? Nee. Nee. Hey, ga eens even vertellen. Heb je mama gisteren een beetje gemist dat mama moest werken? En vandaag ook weer. Mama, jou wel, hè? Ik ben moe, jongens. Echt. Ja, drukke week geweest is het. Maar goed, nu weer even een weekje. Ja, ik wou zeggen een weekje iets rustig aan. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Ik denk dat ik volgende week voor het eerst geen vlog ga doen, maar een extra video. Vind ik ook wel spannend, want ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar dan ga ik jullie alle ins en outs vertellen over mijn verloving. Die afgelopen kerstmis heeft mijn vriendje mij ten huwelijk gevraagd. Dus daar ga ik volgende week over vertellen. Dus daar gaat de video volgende week over. Maar voor nu ga ik hem afsluiten. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken. Als je hem leuk vond, doe een duimpje omhoog. En wat ik helemaal tof zou vinden als jullie allemaal gaan abonneren op mijn kanaal. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Bye! Sorry Jan, ik heb hem laten vallen. Hmm.
Ja. En deze. Want die zijn al klaar. Heel goed. Nou, dan zal ik jou filmen en dan kan jij eentje kiezen. Nee, ik ga filmen en jij ging ze kiezen.